Hey, hallo iedereen, super leuk gewoon dat je er weer al bij bent. Bij alweer een nieuwe review van Randy's Bierblog. Ja, ze blijven maar komen joh. En vandaag gaan we weer een keer van een lekker zuur bier. Een oude geuze, wel te verstaan. Een stijl die ik steeds meer ben gaan leren waarderen. Vroeger was dit niet zo mijn favoriete stijl, maar tegenwoordig, zeker in de zomerperiodes, vind ik het super lekker om soms eens een lekkere oude geus te drinken. Maar deze van Lindemans, de Cuvée René Blend 2020, heb ik eigenlijk nog nooit gedronken, gek genoeg. Hij is ook niet zo zwaar, hij komt met 6%. Ja, Lindemans is natuurlijk gewoon een bekend merk. Ik ken vooral, ja, eigenlijk gewoon die van Boon, de allerbekendste, die tevens ook op dit kanaal staat. Daar ben ik het meest mee op de hoogte, met die geuze, met die oude geuze wel te verstaan. Ik ben benieuwd wat deze voor mij gaat doen. 6% is niet veel. Nou komt Boon met 7%, dat is op zich ook niet zoveel. Maar deze is toch net iets lichter. En ja, gelijk een 75 centiliter fles, why not, ziet er leuk uit. Chic. Ziet er chic uit, dat moet ik zeggen. Ziet er chic uit. Dus we gaan kijken of die ook chic smaakt, zullen we maar zeggen. En dan weer zo'n leuke dop, die ik natuurlijk net niet afkrijg met deze opener. Ofwel, we gaan het gewoon proberen. Ja, kom op. Come on. Ik heb dorst. Kom op. Ja, nice. Oh, oké, er zit nog een... grappig. Oké, er zit nog een kurk in. Er zit een kurk in. Dat had ik niet verwacht. Hier. Ik denk van, staat dat bier nou in één keer? Momentos. Dan moet ik eventjes een kurkenopener pakken. Kurkenopener. Noem je dat zo? Een flessen ook. Nou, laat maar. Tot zo. Tadaa! Nou, dan hopen we dat we hem zo open kunnen krijgen. Zet hem even stevig tussen de beentjes. En dan gaan we hem eens eventjes opendraaien. Hey. Ik ben benieuwd. Je moet er in ieder geval wel je voorwerk voor gedaan hebben. Yes, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Yes, 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 yes. Zo, eindelijk. We kunnen hem inschenken en we kunnen hem lekker gaan drinken. Want daar doen we het voor. Nou, schuimt in ieder geval goed in het glas, maar eigenlijk doen de meeste geuzen dat wel. Ze hebben aardig wat koolzuur over het algemeen. Hij heeft op dit moment 3 vingertjes schuim, maar het schuim gaat heel snel weer weg. Een mooie blonde, ja, blonde kleur. Niks op aan te merken, zullen we maar zeggen. En de aroma's zijn. Ja, eigenlijk gewoon een typische geuzengeur. Iedereen die een oude geuze kent en weet dat hij moet ruiken. Moet wel eerlijk toegeven. Iets van sinaasappel of zo. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, ik denk dat ik de oude boon, qua aroma dan alleen, iets lekkerder vind ruiken. We gonna dig in. Cheerio's. Ja, het is wel heerlijk fris, wat eigenlijk al deze bieren zijn natuurlijk. Ja, sinaasappel komt echt heel goed door in de smaak, moet ik zeggen ook. Ja, ik proef echt wel duidelijk sinaasappel, iets van citroen. Ja. Iets van citroen ook wel. Ja, gewoon op een fijne manier zuur. Op dit moment denk ik wel eigenlijk gelijk van... Ik denk dat ik de oude geuze boon toch wel boven deze Lindemans verkies. Maar dat is gewoon persoonlijke smaak. Die is nog net, denk ik, toch net iets frisser in de afdronk nog wel. Ja. Die is wel net iets frisser in de afdronk nog. Je proeft ook wel iets van hars bijna. Het is geen hash, dat is wat anders. Hars, met een R. Net als een beetje zo, net als, ik weet niet of je die kent, die Griekse wijn.
die ik best wel vaak genoeg op heb. Dus waarom die keer nou niet op kan komen, dat vind ik heel vreemd. Maar daar smaakt hij heel erg naar. Waarom kan ik niet op die naam komen? Ik moet toch iets minder drinken misschien. Maar goed, daar vind ik het een beetje naar smaak. Een beetje naar die typische Griekse wijn. Dat soort hars, zeg maar. Dus dat soort frisheid. Want dat geeft in die wijn ook gewoon, ja, ook gewoon een lekker toontje. En ik kan er niet, waarom kan ik er nou niet op komen? Ik heb hem vaak genoeg gedronken. Dat vind ik irritant. Maar ik heb eigenlijk wel verteld. Wat ik wil vertellen over deze Lindemans Blend. Hij is gewoon lekker. Ik bedoel, er zullen heus wel mensen zijn die deze boven de oude boom verkiezen. Persoonlijk, het is een puur persoonlijke smaak. Gaat bij mij toch om, vind ik de oude boom toch iets beter wel. Niet dat dit slecht is. Want dit is gewoon nog steeds een lekkere oude geuze. Lekker zuur, lekker fris. Net iets minder sterk, wat ik al zei. Dus als je daar, als je iets minder sterker wil, is dit een goeie. Ik denk ook als je net begint met geuzes, dat het misschien een goeie zal zijn. Omdat die wel zuur is, maar niet overdreven zuur bijvoorbeeld. Dus ja, we gaan. Ik heb eigenlijk verteld wat ik wil vertellen, dat zei ik al. We gaan door naar het eindcijfer. Ik geef deze Lindemans Oude Geuze een 7 nog zeker wel een 7 op een schaal van 10. Wat we aangeven dat ik hem echt nog steeds wel lekker vind. Volgens mij heb ik de oude geuze van Boom minimaal op een 8 staan. Maar dat weet ik eventjes niet uit mijn hoofd. Volgens mij op een 8, ja. Ik ga hem linken in het filmpje, dan kan je het zelf zien. En die wijn waar ik het over had, Retsina, of course. Ja, maar oké, een beetje die hars inderdaad. Laat me zeker even weten wat je van het bier vindt. Er komen zeker nog meer oude geuzes aan, want het is echt wel een stijl die mij wel kan bekoren. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug, maar dat zeg ik altijd. Duimpje omhoog, word ik heel blij van. En als je nog geen abonnee bent, join de club. Kom er gezellig bij. En ja, dan zie je mij gewoon in je nieuwsfeed verschijnen. Ja, gezellig toch, denk ik. Tot de volgende. Cheers, op de gezondheid.